Goedemiddag iedereen. Welkom bij alweer de derde bijeenwebinar. Ik ben Rebecca Timmer, ik ben bestuurslid voor de Landelijke Partij en zal vandaag deze bijeenkomst moderaten. De webinars zijn een initiatief van Amsterdam bijeen en worden gemaakt met ondersteuning van Landelijk. Vandaag gaan we het hebben over racisme. En ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, er is niets zo Nederlands als racisme eigenlijk. En ik denk ook wel dat dat een beetje waar is. Want ook de laatste maanden hebben we het weer gezien, hè, tijdens de coronacrisis, hoe Zuidoost-Aziatische Nederlanders werden aangevallen en hun huizen werden besmeurd. We zien het nu met duizenden mensen die de straat optrekken voor Black Lives Matter. En we zien politici zich in allerlei bochten wringen om eigenlijk zoveel mogelijk antiracistisch te lijken, maar tegelijkertijd er zo min mogelijk over te hebben. We spreken hierover met drie activisten. Drie strijders die op verschillende manieren zijn betrokken bij de strijd tegen racisme en al jaren eigenlijk voorop lopen. Dit zijn Quincy Gario, Nawal Mustafa en Rui Junlong. Nou, welkom jullie drie en super tof dat jullie komen spreken bij de webinar. Quincy, veel mensen kennen jou waarschijnlijk al, maar toch zou je jezelf even willen voorstellen. Hè? Wie ben je, waar kennen we je van als kijkers en hoe ben je vanuit je werk ook betrokken bij de strijd tegen racisme? Ik ben dus dichter, performance dichter, schrijver, kunstenaar. En ik probeer door middel van mijn kunstwerken heel erg te kijken naar het Nederlands koloniaal archief. Nederlands koloniaal cultureel archief. Het Nederlands cultureel archief. Om even een term te gebruiken die professor Gloria Wekker ook gebruikt in haar boek White Innocence. En ik denk dat mensen mij een beetje kennen door het werk wat ik gedaan heb rondom Zwarte Piet. Ik heb het kunstproject Zwarte Piet's Racisme opgestart. En later heb ik van 2013, 2014 een project gedaan rondom de intocht in Amsterdam en de vergunningen. En die zijn nogal groter geworden dan ik ooit had gedacht. En tot de dag van vandaag voelen we eigenlijk een beetje de nasleep ervan. En daarnaast hou ik ervan om te twitteren. Dus misschien kennen mensen me ook van mijn tweets. Ja, je bent actieve twitteraar, maar je doet dus ook heel veel wat je zegt met kunstprojecten. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik denk dat juist binnen kunst is er de mogelijkheid om na te denken over de wereld die we zouden willen hebben, in plaats van de wereld die we hebben. En ook voorstellen te kunnen doen van, oké, wat zijn nou de mechanismes die we of omver moeten stoten om dat mogelijk te maken, of juist te creëren onderling om dat mogelijk te maken. En met mijn werken probeer ik juist daarnaar te kijken. Van, oké, hoe zit dit nou institutioneel in elkaar? En wat zijn precies de verschillende verbindenissen die we kunnen maken? Of moeten doorbreken om een meer gelijkwaardige, rechtvaardige wereld te kunnen creëren? En ik focus dan voornamelijk ook een beetje vanuit mijn eigen invalshoek. En dat is Curaçao en Sint Maarten. En ik probeer juist te kijken naar, oké, hoe zit dat nou precies? En wat voor betekenis hebben die eilanden nog in kader van de mondiale ontwikkeling? En daar kom je constant verhalen en geschiedenissen tegen die niet meedoen met het grote narratief van Nederland en hoe Nederland groot is geworden, of hoe Nederland zichzelf heeft ontwikkeld. En ik denk, hé, wacht even, hier zit iets. Daar wil ik meer over vertellen en meer te weten over komen. Ja, ontzettend tof. Jij hebt laatst toch had je een expositie in Rotterdam, geloof ik. Hield dat hier ook verband mee? Ja, dus de tentoonstelling in Rotterdam heette Identities. Contemporary Caribbean Perspectives. En dat ging heel erg over hoe kunnen we kijken naar letterlijk het archief van het Museum voor Wereldculturen. En daaruit nadenken van wat betekent dit in kader van de volgende stappen die we moeten maken met elkaar. En daar heb ik heel erg gekeken naar zout en de ontwikkeling van zout. Nederland is naar het Caribisch gebied gegaan omdat de Spanjaarden onze zouttoevoer in Europa hadden afgesloten. En dan kom je erachter van, oké, maar wacht even. Dus als we het hebben over de eilanden, gaat het heel vaak over hoeveel geld wij daarheen sturen vanuit Nederland, maar gaat het nou eigenlijk over hoeveel geld de eilanden zelf Nederland heeft opgeleverd? Of dat bijvoorbeeld in Aruba heel veel goudwinning is gedaan, die volgens de schattingen rond 4 tot 5 miljard, vandaag de dag 4 tot 5 miljard euro zou kosten.
zou zijn. Dus dan heb je het idee van, oké, wacht even. De eilanden worden gezien als een bodemloze put van geld, terwijl zij Nederland mede hebben gemaakt het wat het is. Dus de tentoonstelling daar ging heel erg over van wat zegt de manier waarop binnen het archief, binnen de collectie van het Nationaal Museum voor Wereldculturen gesproken wordt over dit soort zaken. En daar heb ik een installatie gemaakt en ik heb ook een aantal poppen gevonden die van de moeder van een vriendin van de familie was. En die waren helemaal kwijtgeraakt waar die poppen allemaal terecht waren gekomen. En dat was van Mercita, Carmita Henriquez. En zij was een amateur-antropoloog op Curaçao. En die vertaalde haar kennis en de dingen die ze te weten kwam om in poppen. En dat vond ik echt zo geweldig, want toen dacht ik van oké, dit is een manier om na te denken over het verleden op een manier dat buiten de normatieve kaders van wetenschap treedt. En hier kunnen we heel veel over leren. Ja, bijzonder. Bijzonder. We hebben ook nog de volgende gast, Nawal. Ben jij al zichtbaar? Nu wel. Nou, vertel, wie ben je? Wat voor werk doe je? Waar kennen we je van? Waar ben je actief? Ik ben dus Noël Mustafa. En waar kennen jullie mij allemaal van? Ik zal gewoon een paar dingen even noemen. Ik ben momenteel bezig met een promotieonderzoek op de Vrije Universiteit bij de migratierechtsectie. En in mijn onderzoek kijk ik naar, ik ben heel erg geïnteresseerd in de intersectie tussen het recht, racisme, gender, noem maar op. En als promovenda kijk ik dus naar ook het archief, maar dan met een andere invalshoek dan Quincy. Ik kijk naar, mijn onderzoek is een juridisch-historisch onderzoek, waarbij ik dus kijk naar hoe gemengde relaties, raciaal gemengde relaties, historisch gereguleerd zijn. We gaan er vaak van uit dat we in Europa niet hebben gedaan aan institutioneel racisme, althans niet in de recente geschiedenis. En in mijn project, ik ben een onderdeel van een grotere project waarbij we een aantal verschillende Europese landen onder handen nemen, waaronder Nederland. Dat doet Betty de Hart, mijn promotor, Andrea Tarchi, Italië, Rebecca Franco kijkt naar Frankrijk. En dan Guno Jones, die kijkt dan naar de vervlochtenheid tussen Europees recht en regulering van gemengde intimiteiten. En Elena Zambali kijkt naar 4 verschillende Europese landen. En ze doet een hedendaagse onderzoek waarbij ze dus etnografisch met verschillende koppels gaat hebben. Mijn onderzoek gaat specifiek over UK in de jaren 50, 60, 70. En ik ben specifiek ook geïnteresseerd in de ervaringen van zwarte vrouwen. En in die context en in die tijd is mijn conceptualisering van zwart best breed, omdat verschillende groepen, zoals mensen uit Pakistan, uit de categorie West Indies, wat eigenlijk toen in het leven geroepen is om de eilanden in Jamaica, Trinidad enzovoort onder één noemer te plaatsen. Ik kijk dus naar de mensen die daar vandaan kwamen en naar Engeland kwamen, wat voor relaties zij vormden. En ik kijk specifiek naar vrouwen, ervaringen van vrouwen en de regulering rondom de intimiteit van zwarte vrouwen. Omdat ik zowel in het archief, maar ook in de onderzoeken over Black and British, ontbreekt dat. Dus er is letterlijk niks te vinden over de ervaringen van zwarte vrouwen die relaties hadden met zowel of mannen of vrouwen van een andere kleur. Dus dat doe ik en daarnaast ben ik in mijn activisme hou ik me bezig als een van de oprichters of stuurgroepleden van SPEAK. Een platform georganiseerd door verschillende moslimvrouwen. En wij streven na om antiracistisch, anticapitalistisch en ook intersectioneel te zijn. Daarbij is het heel belangrijk, denk ik, om te vermelden dat ook religie een belangrijke rol voor ons is, een belangrijke inspiratiebron in hoe wij ons activisme vormgeven. Dat is wie ik ben. Heel langdradig, maar Ik denk juist mega. Ik heb heel veel interessante dingen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw onderzoek. Hè? Zijn er nou dingen die je tegenkomt, misschien ook wel die een relatie hebben tot Nederland, waar je denkt, hey, dat is mij tot nu toe opgevallen?
Ja, nou eigenlijk wel, want wat inderdaad in White Innocence ook beschreven wordt door professor Wekker, het idee van hoe wij onszelf als land profileren internationaal, dat komt gewoon ook in de Engelse archief, kom je dat bijvoorbeeld tegen. Ik kwam een newspaperarchief uit de jaren 60 kwam ik tegen van een zwarte man in Amsterdam die een relatie had met een witte vrouw. En zij fietsten in Amsterdam met hun kinderen die dan gemengd waren. En in dat artikel ging het dus heel erg over hoe wij in Nederland geen racisme hebben. Dat dat allemaal kan en dat mensen gewoon gelukkig naast elkaar leven en dat er helemaal niet raar van wordt opgekeken. Dus dat is heel expliciet en concreet een link naar Nederland, waarin dus ook de koppel ook bijdraagt aan de beeldvorming rondom de tolerante Nederland. Dus dat zie je. En wat mij enorm opvalt is dat het eigenlijk helemaal vanuit de archief maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Je ziet heel veel vergelijkbaarheden. Je ziet ook hedendaags, dus de hele discussie rondom immigratie is heel erg nagenoeg hetzelfde. En dat vind ik best wel schrikbarend. Ook de discussie rondom educatie, hè? Dus het includen van koloniale verleden in educatie, in musea. En dat zie ik al in Engeland in de jaren 60, 70 al. Wat mij dus wel een beetje aan de ene kant denk ik, oh, in Nederland zijn we heel goed, eindelijk worden we wakker en goed zo. Maar tegelijkertijd denk ik, we lopen 50 jaar achter. Minimaal. Als ik dan naar om een hele basale vergelijking te maken. Dus je ziet heel veel soortgelijke discussies in archieven. Bijzonder, bijzonder. En daarnaast ben je actief voor Speak, toch? Jullie zijn wanneer eigenlijk begonnen en wat voor dingen doen jullie zoal? Nou, wij zijn eigenlijk achter de schermen zijn we al sinds 2017 bezig. En wij hebben bewust ervoor gekozen om tot aan vorig jaar toe, om niet, of het jaar 2018, om niet publiekelijk naar buiten toe te treden, omdat wij ook een soort van meer een grassroots principe hebben, waarbij je eigenlijk ook moet bouwen aan je eigen omgeving, aan de mensen die dus het gaat niet alleen zenden en alleen maar reactionair zijn en in de waan van de dag eigenlijk bezig gehouden worden, zonder dat je in je community aan het bouwen bent. Wij hebben vooral tijd ook besteed aan, oké, maar waar staan we nou eigenlijk voor? Wie zijn wij? Wat willen wij doen? We willen agenda bepalend zijn, we willen niet reactionair zijn. Dus dat betekent dat je ook gewoon keuzes moet maken, zoals niet altijd in de media optreden. Wij kiezen dus momenten waarop wij vinden dat wij wel iets te zeggen hebben en dus het gesprek kunnen framen of kunnen veranderen. Zo hebben we met het burkaverbod hebben we natuurlijk vorig jaar een opiniestuk geschreven samen met Bernard Toprak, waarin wij dus ook aantal organisaties hebben gevraagd om mede-ondertekenaar te zijn van ons opiniestuk. En daarin was dus ook onze werkwijze dat wij niet onderhandelen over onze boodschap. Hè. Het is niet een gezamenlijke boodschap, maar het is een boodschap die wij hebben geschreven. En als je daarin kan vinden, dan ben je van harte welkom. Als ally, als whatever. Maar we gaan niet continu onderhandelen. Dit is wat wij te zeggen hebben. Dus voor ons is het heel belangrijk om op verschillende domeinen bezig te zijn. Dus wij willen vooral naar openbare veiligheid van moslimvrouwen, zichtbare moslimvrouwen, maar ook niet zichtbare moslimvrouwen. Bij Speak zitten ook mensen die niet moslim zijn, hè, maar die wel zich kunnen herkennen in de boodschap die we uitdragen. We willen dus in publieke ruimte willen we meer veiligheid voor moslimvrouwen. We willen bijvoorbeeld met educatie, stageplekken, op de arbeidsmarkt willen wij invloed kunnen uitoefenen. Er zijn tientallen onderzoeken waarin waarin aangetoond wordt dat vrouwen die dan vooral ook dan nogmaals zichtbare moslim zijn, vaak geen stageplek kunnen krijgen, niet uitgenodigd worden voor banen, et cetera. Tegelijkertijd willen we de glass ceiling als het gaat om gendergelijkheid op de arbeidsmarkt willen we doorbreken. Maar dat in die gesprekken worden moslimvrouwen bijvoorbeeld niet meegenomen. Dus waarom niet? Dat communiceert ook iets over je positie in de samenleving natuurlijk.
En media, we willen niet, we willen ook daarin, wanneer het ons, wanneer wij dus niet reactionair hoeven te zijn, willen we wel daar invloed op uit kunnen oefenen. En we hebben iets van 50 leden en we hebben vorig jaar, we hebben 2 keer met de demonstraties meegedaan. Zowel met de antiracisme demonstraties in maart, als de Women March doen we aan mee. Om ook te laten zien van kijk, het is niet alleen een religious issue, het is geen religieuze issue. Het is ook een politieke issue en het is ook een vrouwen issue waar we mee te maken hebben. Dus we zitten heel erg op de intersectie. Ja, dankjewel. Jullie krijgen naar de laatste spreker voor de introductie. Welkom, Rui Jun. Ja, vooral introduceer jezelf. Waar kennen we je van? Wie ben je? En wat is je expertise ook vanuit je werk? Vanuit je expertise, hoe ben je betrokken bij de antiracisme-strijd? Ja, dankjewel. Ik ben dus Rui Jun. Ik ben 24 jaar. Ik ben een Chinese Nederlander. Ik ben opgegroeid in Friesland en ik studeer aan de Kunstacademie Minerva. En aankomende donderdag ga ik presenteren, dus dan hopelijk ben ik dan afgestudeerd en klaar. daarnaast heb ik persoonlijk veel te maken gehad met racisme en discriminatie. Vandaar dat ik mezelf ook heb uitgesproken over deze issue. En omdat het coronavirus naar Nederland kwam en ook daarvoor... Kwam de discussie ineens omhoog van, Aziaten die krijgen inderdaad ook te maken met racisme en discriminatie, ook in Nederland. En nu kunnen mensen er ook niet meer omheen. Dus omdat ik mij heb uitgesproken hierover en ook een paar keer viral ben gegaan met mijn Facebook post en op Instagram... wat mensen, influencers bijvoorbeeld, of bedrijven, of... mensen in de media, wanneer ze racistische uitlatingen of iets hebben gezegd naar Aziaten, dat beledigend is of denigerend is, dat haal ik dan naar voren. En dat probeer ik bespreekbaar te maken en ook om die dialoog aan te gaan. Omdat het best wel, ik weet niet, het was best wel groot, dus iedereen die ging op een gegeven moment... mij berichten sturen van, heb je dit gezien? En zij willen het dialoog met mij aangaan, de discussie voeren. Maar omdat ik in mijn eentje ben, lukte dat niet altijd. Omdat het heel veel energie kost en heel veel energie vergt. Dus dan heb ik Asia Racings opgestart in, denk 22 maart dit jaar. Dus we staan nu, denk ik, net 3 maanden. Dus heel kort. Het is een Facebook community om dus de bewustwording voor racisme en discriminatie vooral naar Aziaten toe bespreekbaar te maken en meer bewustwording daarvoor te creëren. En ook dat het een safe space is voor mensen met een Aziatische achtergrond, roots of mensen met Aziatische uiterlijke kenmerken of... wanneer mensen bijvoorbeeld zijn geadopteerd of ouders van dus geadopteerden of zo. Of, we hebben heel veel lijnen, heel veel dingen. En we proberen ook een meldpunt te zijn en de slachtoffers die te maken hebben met racisme, discriminatie, te helpen. En nazorg en gewoon in alle vormen wat we kunnen doen daarin. En daarnaast ook de dialoog aan te gaan met het team en naar de media, naar instituten, overheid, influencers. Om dat aan te kaarten, zeg maar. Dus ja, dat is wat we doen. En de juiste representatie laten zien van Aziaten. Ja. Ja, maar dat is nog wel een groot ding ook natuurlijk, representatie van Aziaten. We zien dat op zoveel plekken in deze samenleving dat eigenlijk niet gebeurt. Hoe proberen jullie ervoor te zorgen ook dat die representatie beter wordt? Ten eerste moeten we allereerst aankaarten van dat er een probleem is. Hè, dat die representatie er niet is. En dat je alleen maar karikaturen en stereotypen ziet eigenlijk. Wanneer een Aziatisch persoon in de media komt, in de film of in een music video of zo. Of een serie. Dus wij proberen echt een mail te sturen of een belletje of zo naar die bedrijven, instituten
die dat mogelijk maken. Van hoe kunnen we dat beter... hoe kunnen we dat verbeteren? En wat, wat is jullie eigen diversiteit en inclusiviteit beleid? En hoe gaan jullie hiermee om? En hebben jullie er al over nagedacht? En vaak is het van nee, eigenlijk niet. Omdat de Aziatische gemeenschap die is helemaal niet betrokken in het racisme- en discriminatiedebat. Eigenlijk in het algemeen, in heel Nederland. En ik denk ook in heel veel verschillende westerse landen. Maar ook bijvoorbeeld in Amerika zie je gewoon hoe verschillend dat is tegenover Nederland. Nederland zit echt nog in de kinderschoenen en het is nu nog maar net even begonnen. En daar speelt het al jaren, zeg maar. Dus dan kunnen we ook zeker daar heel veel van leren, van wat zij daar goed doen. Ja, ja, en je zei dat je ook je gaat afstuderen, hè? Je bent kunstenaar ook. Komt antiracisme en de strijd tegen racisme eigenlijk ook terug in de kunst die je maakt? Ja, ik denk nu wel. Ik vond het op het begin heel erg moeilijk. Ik heb eerst wel gewoon mijn eigen identiteit onderzocht van wie ben ik. En voordat ik mij ging uitspreken, heb ik eerst gekeken naar mezelf. Echt die zelfreflectie gedaan. En ik heb heel veel... Oh mijn god, mijn stem. Ik heb heel veel zelfportretten gemaakt. En gekeken naar mijn eigen geschiedenis. En daarna, vanuit daaruit, ben ik me gaan uitspreken van joh, eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt met racisme en discriminatie is eigenlijk heel fout. En dit wordt gewoon genormaliseerd in de samenleving. En vanuit daar heb ik het onderwerp racisme zeker in mijn afstudeerproject verwerkt. En heb ik een Wie is het spel gecreëerd. Met portretten met alleen maar mensen met een Aziatische roots, zeg maar. Dus ja, om gewoon die juiste representatie te laten zien en om een statement te maken van joh, kijk, het zijn gewoon normale mensen, het is geen stereotype karikatuur. Er zit zoveel diversiteit in en iedereen is gewoon uniek en is een individu en ze hebben een eigen verhaal die gewoon gehoord moet worden en dat wordt dus niet gedaan. Dus ik probeer met dat spel eigenlijk op een laagdrempelige en simpele manier dit bespreekbaar te maken. Gewoon het gehele onderwerp. Ja, klinkt wel tof. En sowieso dat gaat leiden tot een goed cijfer en een goede manier van slagen. Ja, dank jullie wel voor het voorstellen. Ik wil trouwens aan alle kijkers even vertellen, het is mogelijk om vragen te stellen. Die vragen kunnen we aan het einde, het laatste kwartiertje, beantwoorden. Dus stel ze ook vooral. Ja, Quincy is er ondertussen even uit. Zijn laptop viel uit, dus die zal zo wel weer hierbij komen. Maar laten wij ondertussen verder gaan. Ja, een beetje op de actualiteit. Vandaag, Rutte die sprak met Black Lives Matter demonstranten. Althans, zo hij zei. Want vervolgens kwam er een statement van Kick Out Zwarte Piet en van Black Lives Matter Nederland, dat zij helemaal niet waren uitgenodigd door Rutte. Nou, we hebben dus eigenlijk geen idee wie er precies aan tafel zat. Ja, wat vinden we hier eigenlijk van? Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Ik vind er heel veel van, maar ik ben vooral benieuwd naar jullie meningen. Ja, ik vind het bizar. Ik denk dat het wel... ja, het is echt gewoon ongelooflijk dat zoiets gewoon gebeurt. En dat het... Ja, dat het gewoon... Ik weet niet, ik heb gewoon geen woorden voor om... Ja, om uit te spreken hierover. Het is echt gewoon... Te bizar dat, ja, ik vind het, ja, ik weet niet. Nee, het is super gek, ja. ik ben heel nieuwsgierig eigenlijk. Ik wil gewoon weten, wie is er uitgenodigd? Ik bedoel, ik zie zoveel mensen die zo relevant zijn geweest de afgelopen jaren in de anti-Zwarte Piet demonstraties. Mensen die jarenlang al hebben over institutioneel racisme in Nederland, over politiegeweld en noem maar op. En al die mensen die zijn niet uitgenodigd. In ieder geval, die laten weten dat ze niet uitgenodigd zijn. Dus ik ben heel nieuwsgierig wie ons allemaal vertegenwoordigt en wel uitgenodigd is en waarvan we de namen niet kennen. Dus ik vind het heel erg... Het is heel telling, denk ik, voor hoe Nederland ook met racisme omgaat, hè.
En het is ook heel erg, denk ik, een soort van verdeel- en heerstrategie. Het is, denk ik, een manier ook om ervoor te zorgen dat mensen dat activisme eigenlijk een beetje, voordat het nog meer energie en momentum krijgt, heel erg binnen de perken wordt gehouden of juist opgeslokt wordt in het systeem. Dus ik ben vooral nieuwsgierig. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als alle mensen die zo relevant zijn geweest de afgelopen jaren niet uitgenodigd zijn, dan wil ik gewoon weten wie zijn er wel uitgenodigd. En ik las in de berichtgeving dat de namen niet van tevoren bekend worden gemaakt, maar dat het wellicht dat we zo meteen, want het moet er al zijn geweest, geloof ik. Moeten we eigenlijk wel weten wie aan tafel is geweest. En ik vond het ook wel interessant, want je zei ook hè, van demonstranten. Dus het kan iedereen zijn. Als je met een demonstrant wil praten, het kan letterlijk iedereen zijn. Hè? Dus dat is ook een bewuste keuze om niet met de organisatoren die jarenlang zich hiervoor inzetten, die al naar aanleiding van wat er vorig jaar is gebeurd met Kick-out Zwarte Piet een brief hebben geschreven, dan denk ik, oké, maar dat is een bewuste strategie die je als premier gebruikt. Ja, en Quincy, jij bent ook niet uitgenodigd. Helaas. Gelukkig ben je hier. Maar niet helaas. Denk jij dat het nou ook schadelijk is voor de beweging? De manier waarop Rutte probeert het te... Nou ja, een soort, zoals Nawal zei, een verdeel- en heerstrategie toe te passen. Ik denk dat hangt van de mensen binnen de beweging die hun eigen ego voorop stellen en niet de beweging en het doel. Dat het wil nastreven. Dus dat ligt niet zozeer in de beweging zelf. Want er zijn heel veel mensen binnen de beweging die zichzelf dienstbaar opstellen en niet juist voorop willen staan, niet juist op het podium willen staan, die niet juist voor iedereen willen spreken. En ik denk dat we te vaak die stemmen en die aanwezigheden over het hoofd zien om juist de luidste sprekers te zien als leiders. En dat klopt niet. Jarenlang, bijvoorbeeld bij mij, hebben heel veel mensen jarenlang gezegd van hij is een leider. En ik had iets van nee, wacht even. Even chill. Ik heb er misschien af en toe goede ideetjes, maar ik ben voornamelijk een grote mond die heel veel dingen zegt. Ik ben niet de activisten die bij Ter Apel staan of bij de detentiecentra in de Bijlmer staan. Ik ben niet die mensen die ook mensen die net uit de gevangenis zijn gekomen een plek zien te voor hem proberen te creëren. Ik ben niet de mensen die met We Are Here jarenlang aan de slag is en hen een menswaardig bestaan probeert te geven hier in Nederland. En ik denk dat die mensen juist meer eigenlijk gezien moeten worden en juist meer gevraagd moeten worden van wat is het nou precies wat we moeten doen om dit soort dingen aan te pakken. En dus, ik heb een paar namen voorbij zien komen nu. En ik zag dat een van die mensen ook presentatrice van Jeugdjournaal is, maar die was ook bij Dit is M. Maar het is eigenlijk gewoon een mediablitz. Rutte is een beetje bang van de hoeveelheid mensen die nu opgestaan zijn en hebben aangegeven, zo kan het niet langer. En tegelijkertijd wat hij ook doet, en dat is echt een verdeel- en heerstactiek, is dat hij juist niet dit soort gesprekken is aangegaan ten tijde van de anti-Aziatische racisme of ten tijde van de islamofobie. Dat hij dit niet is aangegaan toen Wilders minder... Oh, is Quincy er nog? Nee, Quincy is volgens mij weer weg. Ik heb het net opgezocht. En ik zie nu net dat Rutte op het parool staat. Rutte nodig Black Lives Matter en Kick-out Zwarte Piet toch wel uit. En dat is 15 minuten geleden is dat online gekomen. Dat hij dat toch wel gaat doen. Oh, nou, dankjewel voor je voor het laten weten. Bijzonder, bijzonder. Dus er worden toch nog mensen uitgenodigd, schijnt het. Ja, we gaan vooral zien wat daarvan moet komen. Ja, Quincy, jij ook, hè? Het is heel opvallend dat bepaalde gemeenschappen dus nu in één keer wel worden uitgenodigd als soort van verkiezingsstunt, nu het moeilijk dreigt te worden voor hem. Terwijl dat eerder dus niet gebeurde. En dat brengt ons eigenlijk ook wel weer op meer actualiteit. Namelijk
Ja, corona. Corona die kwam natuurlijk, dat kwam natuurlijk, het coronavirus, dat kwam in Nederland in februari, maart. En we zagen eigenlijk een soort van golf aan anti-Aziatisch racisme. Hè, deuren werden beklad, mensen werden aangevallen. Eigenlijk heel, heel zichtbaar werd het ineens. En in één keer zeiden mensen, oh ja, Aziaten hebben ook te maken met racisme. Ineens bleek dat toch zo. Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat Aziaten pas nu te maken krijgen met racisme, toch? Klopt, inderdaad. Het was ineens heel groot in het nieuws en het was ineens actueel. En van de mensen die ik sprak, journalisten bijvoorbeeld, de redacteuren, zij waren helemaal verbaasd van, wow, ik wist niet dat het speelde. Het is toch gewoon normaal en een grapje. En ze waren helemaal verbaasd van, allemaal nieuw voor hen. Het is wel bizar eigenlijk, omdat het gewoon zo genormaliseerd is. Het racisme, ja, discriminatie naar Aziaten. Ja. Ja. En jullie zijn rond die tijd toch ook opgestart, hè? Toch? Ja, klopt. Inderdaad. Ja, we zijn, ik denk, echt middenin opgestart. Echt midden dat. En heeft dat ook invloed gehad op het debat? Volgens mij ben je best wel bij wat media aangeschoven ook. Ja, zeker. Ik ben op tv geweest en ik heb echt heel veel interviews gedaan met kranten, zeg maar. En gewoon blogs en onderzoeken. Maar het is, ik denk een beetje een paar weken later was het ineens van, dit is niet meer actueel. Dus dat is ook wel bijzonder. Van, dus nu is het niet meer interessant of zo. Dus ik ben ook wel bang eigenlijk nu. Black Lives Matter is nu ook aanwezig. Ik ben bang ook dat het ook zeg maar weer weggaat. Van dit hoeft niet meer. Het is over. Het is niet meer actueel. Het is niet meer nieuws. En nu kan het wel ophouden, zeg maar. Dat gevoel is ook blijvend. Ik denk ook voor de mensen in de community van, nu betekent het dus dat we helemaal niet meer te maken krijgen met racisme en discriminatie. Eigenlijk was nieuws en dat was even een soort van hype, maar ondertussen wordt er gewoon niks gedaan. Precies. Niks structureels ondernomen. Precies, er wordt helemaal niks gedaan. En ik denk, voor heel veel partijen, mensen nemen ons gewoon niet serieus bij heel veel dingen. Wij worden dus niet toegevoegd in die debatten eigenlijk, of in die cijfers. Dat was bij NOS volgens mij, hadden ze een staafdiagram met, hoeveel procent heeft te maken met racisme en discriminatie? Dus Marokkaanse gemeenschap, Turks gemeenschap, Antilliaanse gemeenschap. En dat was het. En dat was het gewoon. Weet je, gewoon voor een paar en gewoon vier of vijf. En Aziaten staan er gewoon helemaal niet bij. En dan denk ik ook van, bizar. Dit is weer typisch, eigenlijk. Ja. Wat zou er moeten gebeuren, denk je? Zou de politiek ook moeten veranderen om te zorgen dat anti-Aziatisch racisme ook serieuzer wordt meegenomen? Ja, zeker. Er was ook Lex Gaardhuis had bij Radio 10 had hij een carnavalsnummer gemaakt over van corona komt door die stinkchinezen. Zoiets ging de tekst. Dus we hebben ook handtekeningen, petitie verzameld. En daarna de Kamer heeft gezegd van ja, inderdaad, dit mag niet, dit is fout. De meesten die stemden gewoon voor van ja, dit kan niet. Maar daarna doen ze er helemaal niks mee. En we hadden ook een aantal aangiftes gedaan bij de community zelf, bij de politie. En het OM heeft onderzocht wordt hij vervolgd, ja of nee? En dat was helemaal niet zo. Dat was gewoon satire en dit is gewoon, dit kan gewoon. Dit is gewoon vrijheid van meningsuiting, dat soort dingen. Dus wij worden daarin ook helemaal niet serieus genomen. Terwijl wel rond die tijd een meisje in Tilburg werd aangevallen. Omdat een groepje jongens dat nummer zong. En ze zei van ja, dit vind ik niet normaal. En toen werd zij... aangevallen, volgens mij met een mes. En dat wordt niet meegenomen. En dat heeft er wel mee te maken. Alles heeft er eigenlijk mee te maken. En dat
wij helemaal niet serieus worden genomen door de overheid, door de politie, door instanties eigenlijk, door, ja, door alles. Ja, ja. Ja, we zien dat racisme ook terug eigenlijk in de manier waarop corona überhaupt heeft kunnen verspreiden, denk ik. We hadden het er voor deze meeting eigenlijk al over, voordat de livestream aanging, dat corona pas een probleem werd op het moment dat Europese landen daar die uitbraak kwam. Terwijl China natuurlijk al vanaf december, het is al vanaf januari groot in het nieuws, maar er gebeurde eigenlijk niks. Wat zegt dat over de manier waarop we ook met corona omgaan en nou ja, met niet-westerse landen? Ja, dat is toch wel weer een reminder van hoe de westerse landen hiermee omgaat en hoe serieus zij Aziatische landen eigenlijk, ja, hoe serieus ze dat nemen. En de adviezen die professionals in China, omdat daar ook meerdere uitbraken van verschillende ziektes, virussen kwamen. Dus zij hebben gewoon heel veel verstand daarvan en zij hebben gewoon ervaring daarmee van hoe moet je dat handelen. En ja, het is toch wel weer bizar van hoe Europa daarmee omgaat eigenlijk. Van oh ja, het is toch maar China en oh het is ook ver en je moet ze niet geloven of zoiets, weet je? En dan denk je ook van dit klopt gewoon niet en waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom doen al die mensen die aan de macht zitten, waarom beslissen ze zulke dingen eigenlijk? Dat is ongelooflijk. Ja, dus we zien eigenlijk dat racisme zelfs invloed dus heeft gehad op de manier waarop de gezondheid, dat racisme invloed heeft gehad op de gezondheid gewoon van Nederlandse inwoners, op de volksgezondheid. Ja. Niet serieus nemen, zowel van individuele burgers als groepen van de bevolking, maar ook andere niet-westerse landen. Ja. Het schaadt gewoon de hele samenleving. Quincy, dit is natuurlijk een groter iets. Jij hebt een beetje onderzocht hoe het nou zit. Hoe corona, welke bevolkingsgroepen het hardst worden geraakt door corona? Ik heb een beetje gekeken, maar het was eigenlijk ook een beetje naar aanleiding van het rapport van het landelijk platform Slavernijverleden. Zij hadden heel groot en heel hard aan de bel getrokken van hey, er is nu iets gaande, maar de zwarte bevolking wordt helemaal niet meegenomen. Die zien we niet op tv, die horen we niks over als slachtoffer. Ze weten niet hoe ze eraan toe zijn bij het in huis blijven. En dan vervolgens, dan weet je ook dat heel veel van de essentiële werkers ook in sectoren zitten waar voornamelijk mensen van kleur werken. Dus de zorg, bij de winkels. En dan denk je van, oké, maar wacht even, dus op de een of andere manier zijn ze nu essentieel, zien we hen als de dragers van de samenleving, maar hiervoor werden ze eigenlijk gezien als de laagste rang van de sociaal-economische orde van dit land. Dus wat zegt dit eigenlijk over hoe wij nadenken wat essentieel is? Waarom moet een KLM-CEO een miljoen euro per jaar binnenharken, bij wijze van spreken, terwijl hij eigenlijk gewoon ook nog een bonus krijgt van 800.000 en hij doet het werk niet eens. Like, wat is dit? Waarom zien wij in de zorg dat het allemaal wordt uitbesteed aan verschillende managers en managementlagen die constant weer groter en groter en groter worden, terwijl juist de mensen die op de vloer werken constant verdrukt worden van de economische markt en de welvaart die er zogenaamd is hier in Nederland. Hoe kunnen we het nou hebben dat Rutte en Jan en allemaal begon te klagen over die demonstratie van 1 juni, terwijl ze gisteren nog loonsverhoging voor de zorg hebben weggestemd. Maar 1 juni was zogenaamd schoffering voor de mensen die in de zorg werken. Like, wat is dit? Wat voor parallele wereld leven we nou in? En sorry voor de technische mankementen van mijn kant, maar hopelijk gaat het niet meer gebeuren. Maar ik denk dan constant als ik hierover, en oh ja, dus die technische mankementen gebeurden ook omdat er nu op Twitter een aantal mensen mijn account proberen te hacken. Dat is best wel grappig. Hey, John, allemaal... Ik ook letterlijk, omdat jullie waarschijnlijk, ik heb net allemaal sms'jes gekregen van reset je wachtwoord. Ja. En ik wilde al vragen van, hey, heeft het hiermee te maken? Waarschijnlijk. Ik denk het wel. Ik kreeg vandaag ook allemaal meldingen. Ook mijn PayPal hebben ze geprobeerd te hacken. Dat heb ik ooit een keer. Ik wist niet eens dat ik het had. Maar ze proberen te hacken en zo. Ja. Ja.
Ja, dus je ziet op het moment dat we het over racisme hebben, over antiracisme hebben en juist ook krachten bundelen, dan zijn we opeens gevaarlijk en moeten we vergelding krijgen. Dus dat is best wel fascinerend als je daarover nadenkt. Van oké, wat moeten we dan doen? En ik denk dat eigenlijk gewoon het werk van mensen zoals Fred Hampton ook wel inspirerend is in dat opzicht. Omdat hij in de jaren 60 in Chicago juist probeerde om al die verschillende groepen die te maken krijgen met onderdrukking, langs al die verschillende kruispunten en lijnen samen te brengen en zeggen van, hey, we zijn elkaars vijand niet. Dat is de vijand. En als we samen bundelen, dan kunnen we dat aanpakken. En ik denk dat ook als je kijkt naar bijeenen, wat we proberen te doen, dat ook wel interessant is in dat opzicht. Ja, maar denk je dat er politiek nodig is? Als het gaat over het serieus nemen van mensen, over het serieus nemen van racisme, de bestrijding ervan, er is natuurlijk heel veel wat nodig is. Maar waar zouden we moeten beginnen? Ik denk in eerste instantie afrekenen met politici die constant naar onze gemeenschappen te komen om te vragen voor stemmen en vervolgens ons helemaal in de kou laten op het moment dat het over onze belangen gaat. Ik denk dat gewoon, dat staat op stip punt 1 van mij. Ik ben het zat om te horen van een Lodewijk Asscher die weer bij Mart Radje verschijnt, of ik ben het zat van een Sigrid Kaag die wat 12 talen kan spreken. Nou, Quincy is er weer uit. Weg, ja. Helaas. Ik hoop dat hij snel weer terug is. Ja, helemaal eens natuurlijk met wat hij zegt. We moeten natuurlijk wel stemmen op de mensen die ons daadwerkelijk vertegenwoordigen. Noël, wilde je wat zeggen? Ik zag je microfoon aan. Ja, ik krijg ook een beetje problemen met mijn internet. ik hoop niet dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Ik denk, ik wilde gewoon ook het gesprek verder openen, omdat we natuurlijk het hebben over, Quincy zei zojuist, hè, het is belangrijk om krachten te bundelen langs al die verschillende assen en verschillende intersecties. Maar tegelijkertijd is dat ook heel lastig, hè, want je moet op een gegeven moment moet je ook prioriteiten stellen. Ik ben het helemaal met hem eens en ik denk ook dat we meer geholpen zijn op het moment dat we krachten bundelen, zeker in een land als Nederland, waar we toch een kleine groep vormen met z'n allen, en we bedoel ik dan heel breed, hè? Is het essentieel, denk ik, om samen te kunnen werken en samen op te trekken. En ook kijk, als we het hebben over Aziatische Nederlanders, ik vind het zo erg dat Rui bijvoorbeeld zelf op moet staan. Ik vind dat is ook een taak die wij met z'n allen hebben, vind ik. Ik zou mij ook daarom druk moeten maken. Tuurlijk, ik heb ook mijn eigen blinde vlekken. Maar het gaat om een systematische uitsluiting van groepen in de samenleving. Het gaat niet alleen om dingen die mij direct raken of direct een groep die op mij lijkt raken per se. En daarom is het wel essentieel, denk ik, om samen te kunnen werken en ook voorbij te gaan aan wat doet pijn. Voor mij is het echt heel relevant en daar probeer ik afgelopen tijd, naar aanleiding van mijn activisme, maar ook alles wat met Black Lives Matter movement en ook gewoon hoe lastig het is om een soort van movement in Nederland te creëren, zit ik heel erg na te denken over. Maar we hebben continu over alle problemen waar we mee te maken hebben, die vaak ook hun grondslag vinden in zowel economische uitsluiting als raciale uitsluiting. Maar ik denk ook, denken we ook met z'n allen na over hoe ziet dan onze toekomst eruit? Wie zijn wij op het moment dat wij al deze strijden overwonnen hebben? En hoe ziet Nederland er dan uit? En ik denk misschien dat de kunstenaars, want ik ben geen kunstenaar, maar dat jullie ook gewoon in de beeldende zin ook ideeën hebben, hè, over dat. Hoe ziet Nederland eruit als wij al deze strijden hebben overwonnen? Ik denk dat het gesprek vaak gaat over, en dat is super belangrijk, een historische oorsprong. Ik ben een historisch onderzoek aan het doen, te weten. Maar ik vind het ook wel belangrijk om gewoon ook gewoon niet verbitterd te raken, om niet hoop te verliezen, om ook te leren, om ook te kijken naar hoe ziet de toekomst eruit? Ja, hoe ziet de toekomst eruit? Jouw idee daarover? Ik vind dat echt heel lastig. Ik vind wel, kijk, ik wil wel, ik ben wel hoopvol, hoor. Maar het is ook omdat ik
weiger om niet hoopvol te zijn ergens. Omdat ik denk van ja, het is uitzichteloos op het moment dat je denkt van oh, het systeem is zo groot en ik kan helemaal niks doen en ik ben een individu en bladibla. Maar ik denk uiteindelijk zijn wij het systeem. Ik geloof echt in creëren wij het systeem, bedoel ik. En wij zitten niet op machtsposities. Maar ik denk wel, kijk alleen al naar de demonstratie van in juni en de reuring die daarna ontstaan is. En hoe seksistisch Femke Halsema ook bejegend is achteraf. Hè? Dus ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen dat wij ook op dit moment met Quinty, met Bijeen, met Speak, met iedereen die op dit moment op zijn of haar plek en een inclusievere Nederland wil proberen te realiseren, dat wij de verandering al aan het pushen zijn. En dat we vaak gewoon vergeten dat wij eigenlijk verandering aan het pushen zijn. En dat wij ook bedreigend zijn. Kijk maar, waarom durft Rutte niet kick-out Zwarte Piet uit te nodigen? Nadat er zoveel heisa is gekomen en de Black Lives Matter movement. Nadat zoveel mensen hebben gezegd van yo, what the hell? What are you doing? Weet je wel? Dan pas zegt hij van, oh, misschien moet ik ze toch uitnodigen. Al ben ik daar ook super kritisch op hoor. Maar ik wil niet alleen maar pessimistisch zijn. En ik wil dus ergens hoopvol zijn. En dat is misschien ook mijn religieuze achtergrond. En het feit dat ik net uit de Ramadan kom. Misschien ben ik helemaal daarom helemaal positief. En moeten jullie mij over een week weer vragen. En dan sta ik er heel negatief in. Maar ik denk echt dat het belangrijk is to imagine a different world. En ook te erkennen aan de rol die we daarbij spelen. Ik wil toch nog even terug naar Quinty en zijn eerdere punt van ik ben geen leider. Ik denk dat op het moment dat je zegt dat je een leider bent, dan is er al een probleem somewhere. Ik denk dat het gaat erom dat je, ik heb jou op Twitter een trailblazer genoemd. En dat heb ik bewust gedaan, omdat ik het feit dat jij dat gesprek over Zwarte Piet op een meer mainstream in media, noem maar op, gekregen hebt, dat is een rol die iemand die een verschil wil maken speelt. Hè? Dus met jou heel veel anderen. Maar het gaat erom dat je ook give credit where credits are due. En ik vind ook dat we erkenning moeten geven. En ik vind het feit dat jij daar met drie andere mensen gestaan hebt in Dordrecht. En dat jij zo gewelddadig toen bejegend bent. En dat dat voor heel veel mensen een moment van reflectie is geweest. Is belangrijk om te erkennen, ook voor jou. En ik ga jou niet, als je niet een leider genoemd wil worden, ga ik jou zeker geen leider noemen. Maar het is wel belangrijk om te erkennen dat, wat jij zei, hè, leiders zijn niet mensen die continu overal schreeuwen. Dat zijn mensen die ook gewoon doen. En die ook soms in de vergetelheid raken. Voor mij is Ella Baker is daar een hele belangrijke figuur in. Zij was een civil rights activist. In de tijd van Malcolm X, van Martin Luther King, in de jaren 60. En zij is altijd vaak op de achtergrond geweest. Ze heeft nooit de credits gekregen die ze zou moeten krijgen. Maar de charismatische mannen die op de voorgrond treden, hebben altijd een leger aan vrouwen en mannen achter zich. Vooral ook vrouwen van kleur. Dus dat moeten we zeker ook niet vergeten. Maar het is wel belangrijk, vind ik, nu ook, nu we in die verandering staan waarin we ook in zitten, om de mensen die toch daar, hoe klein of groot het verschil is, een verschil maken, ook gewoon de credits te geven die ze verdienen. Dus dat. Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. Als het dan gaat over Quinty, het is nu inmiddels hoe lang geleden dat jij bij die eerste intocht stond om te demonstreren? Dat inmiddels was 2011, dus 8,5 jaar, dus dit jaar is het 9 jaar. Maar het was geen demonstratie, hè? Dat is ook iets dat gewoon rechtgezet moet worden. Oké, ja. We stonden daar. Dus het was niet eens dat we iets gingen doen of wat dan ook. We stonden daar en toen moesten we weg en dat ging nogal hardhandig. En het grappige was, of tenminste grappig, ik zeg maar grappig, maar het is een beetje een stopwoordje. We zijn met z'n vieren opgepakt, maar twee van de vier die hadden helemaal geen t-shirts aan. Die waren niet betrokken bij een of andere intentie om te demonstreren. Dat waren onderzoekers. Eentje was een onderzoeker, Siri Venning, en de ander was een journalist, journalistiekstudent, Steffi Weber. En Steffi Weber heeft ook nog een stuk geschreven op een hard hoofd daarover. Dus ik vind het belangrijk om hen ook constant te noemen, want wat zij hebben meegemaakt als vrouwen, is dan ook nog een tikkeltje anders. Want ik denk dat heel vaak te vergeten wordt hoe dat eraan toe gaat.
bij het verschillende soort van geweld dat je meekrijgt. Nou, ik ben een zwarte man en dan zie je die beelden van hoe hard ik toegetakeld werd. En vervolgens had ik die zondag een gesprek met NMS Radio, dacht ik. En de journalist die merkte op van, hé, je bent kleiner dan ik dacht dat je was. Want de manier waarop ze je aanpakte, dacht ik dat je echt 2 meter nog wat was. En toen dacht ik van, oh, oké. Okay. Dus dat brengt ook een bepaald beeld met zich mee. Want ook als je leest naar die, het bericht van die agent die Mike Brown heeft vermoord. Die noemde hem ook een heel grote verschijning waar hij niet omheen kon of zoiets. Dus überhaupt als we nadenken over racisme, dan gaat het ook over het creëren van bepaalde beelden. En dat die beelden geankerd worden in gedrag en ook in beleid. Heel veel van de beleid die we zien, waar we mee te maken krijgen, is gebouwd op foutieve lezingen van wie wij zijn. Er wordt een collectief beeld gecreëerd op basis van de acties van een paar mensen. En daar moeten we juist tegen vechten. Ja, nou, wat mij ook opviel, hè? Dit was dan, je zegt 8,5 jaar geleden, kun je nagaan. Volgens mij in 2011 zat ik in de brugklas, geen grap. 2011 zat ik in de brugklas. Dus zo lang geleden, dus die strijd is al gewoon. En jij bent zoveelste die deze strijd voert ook, hè? Want die is voor jou ook zo lang gevoerd. En toch, hè, als we nu kijken naar Black Lives Matter, is het een man die vermoord wordt door de politie in Amerika, die de aanleiding vormt voor zoveel protesten. Terwijl, wat jij zegt, het politiegeweld in Nederland tegen zwarte mensen is net zo real. Ja, aan jullie drieën eigenlijk ook de vraag, waardoor komt dat? Dat we Amerika etaleren etaleren eigenlijk van die Amerikaanse stemmen. De VS is de ultieme boosdoener. En hoe verhoudt Nederland zich daartoe? Wie mag ik het woord geven? Ik kan wel zeggen. Je merkt het niet alleen bij het protest. Want aan de ene kant dan denk je van, ja, dit is goed, want mensen staan hier op. En het gaat niet alleen over George Floyd, maar het gaat ook over Tommy Holter. Ik denk dat het, bijvoorbeeld, heel veel publicaties doen dit ook. Bijvoorbeeld Groene Amsterdammer, die heeft er nogal het handje van om Amerikaanse schrijvers, Afro-Amerikaanse schrijvers uit te nodigen om een stuk te schrijven of een bestaand stuk van hen te vertalen voor het Nederland. En ze doen dat juist ten tijde van dit soort momenten hier in Nederland. Wat je ziet is dat ze het makkelijker vinden om iemand vanuit de VS een podium te geven om te spreken over de leed in migrantengemeenschappen, de leed onder Black and Indigenous People of Color, dan dat ze daadwerkelijk willen luisteren naar wat er hier gaande is. Want als ze willen luisteren naar wat er hier gaande is, dan moeten ze ook kijken naar het feit dat zij ook gewoon podium hebben gegeven aan sommige van de grootste racisten van dit land. En ik denk dat dat ook heel vaak niet alleen publicaties, maar ook redacties te verwijten valt. Dat ze dan een podium en een platform bieden aan bepaalde stemmen die er abjecte ideeën op nahouden van wie en wat wij zijn en waarvoor wij eigenlijk kunnen dienen, wat onze functie is in de samenleving. Ik bedoel, op één en de NOS, die proberen met een late night talkshow het gesprek ook gaande te houden, maar ik kan me nog herinneren dat Thierry Baudet op uitnodiging van Paul naar Moira ging om vervolgens aan tafel te zeggen van ja, het is niet zo erg wat die vluchtelingen daar allemaal overkomt. Dus dit soort mensen, dit soort structuren, die zijn er in stand, die worden in stand gehouden door de keuzes van mensen in die redacties, die constant een beeld willen creëren van een gebalanceerd gesprek. Toch? Dus het is een voor en een tegen. In plaats van aanzien dat die tegen eigenlijk helemaal geen tegen is. Die tegen is juist het etaleren van witte superioriteitsdenken. Juist het etaleren van een koloniale verheerlijking. Juist het etaleren van een idee dat sommigen in de samenleving gewoon een mensonwaardige behandeling toe moet komen. En daar zit, denk ik, een van de redenen waarom je heel vaak ziet dat Amerikaanse gevallen aangegrepen worden voor bepaalde gesprekken. En niet zozeer de huidige Nederlandse. Maar dan moeten heel veel mensen een zak in eigen boezem steken om aan te geven dat ze ook de bet zijn aan de creatie van de situatie zoals we het nu hebben. Denk ik.
Ja, en ook om daar op aan toe te voegen, kijk, in mijn archiefmateriaal, wat ik dan tegenkom, dit is dan wel de Engelse archief hoor, maar het is, mijn collega's ontdekken ook vergelijkbare, zie je ook dat Amerika gebruikt wordt als een soort van een de bad guy. Dus ik heb documenten over in de jaren 50, 60, eind jaren 50, begin jaren 60. Want in Engeland is de eerste immigratiewetgeving waarbij dus wat ook geracialiseerd is. Hè, dat was echt bewust gericht op mensen uit de voormalige koloniën, specifiek uit de zogenaamde West Indies. En je ziet daar direct ook gewoon verwijzing naar Amerika. Ik kom drie dingen tegen. Ik kom apartheid Zuid-Afrika kom ik tegen als een soort van, ja, we zijn niet zo erg. We willen niet, we zijn niet net zo erg als je. En je komt, we willen niet, de Holocaust wordt natuurlijk ook genoemd. Van dat was de epitoom van rassenmoord eigenlijk en uitbuiting. En dan, en Amerika. En de Jim Crow, maar ook slavernijverleden van Amerika. Je ziet zero verwijzing naar eigen. Dus het is een hele lange historische manier van jezelf beter presenteren. Door Amerika bijvoorbeeld als een voorbeeld te nemen van hoe erg het kan worden. En dat gebeurt in Engeland gebeurt dat op twee vlakken. Hè. Dus aan de ene kant is het, wij zijn altijd een multiracial society. Dat wordt dan genoemd. En aan de andere kant wordt het ook als een waarschuwing. Dus als wij niet oppassen met al die immigranten die het land binnenkomen, dan krijgen wij ghetto's, net als in Amerika. Dus je ziet gewoon dat Amerika heeft verschillende functies in de imaginary. En niet alleen in de imaginary, maar ook in policy. Het heeft hele duidelijke effecten gehad door te zeggen van, hey, we willen niet Amerika worden, dus we moeten reguleren. We moeten ervoor zorgen dat er minder mensen hier naartoe komen. En daar nog even aan toevoegend, het is ook heel interessant om dan te zien wat voor trade-off er dan gebeurt. En ik denk dat dat wel in lijn is met wat Quincy ook zegt. De trade-off in de wet en regelgeving is dat antidiscriminatiewetgeving wordt geïntroduceerd. Dus we gaan immigratie controleren en we zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk gewoon Britse staatsburgers zijn, niet welkom zijn. Want Ieren en noem maar op, die wit zijn. Het is letterlijk op kleur gebaseerd. Die laten we binnen. Dus we gaan immigratiecontrole langs raciale lijnen doen. Tegelijkertijd willen we integration en de hoe noem je dat? Multiculturele samenleving willen we handhaven door integratie te bevorderen. En die integratie kunnen we bevorderen door antidiscriminatiewetgeving te introduceren. Dus als ik dan met die wetenschap naar Nederland kijk, dan denk ik, Nederland doet precies hetzelfde. Heeft het ook gedaan met toen Suriname onafhankelijkheid kreeg. Zag je ook gewoon precies dezelfde ideeën. En het is heel interessant om te zien dat ik zei het al zojuist, dat die discussies gewoon door blijven lopen. Zolang wij met het vinger blijven wijzen en gaan zeggen van Amerika is erger, zullen wij niet vooruit, zal er weinig gedaan worden aan racisme in Nederland. Ik denk dat het tijd ook is, en daarom vind ik het project van zowel Roei als Quincy heel interessant. We moeten naar onze eigen culturele archief kijken. We moeten kijken naar wat voor verhaal vertellen ons de instituties. En laten we ook niet, je hoeft niet eens zo heel lang te gaan duiken. Hè. Ik heb het niet eens over de slavernijverleden en noem maar op. Dat wordt al gedaan door allerlei mensen, wat supergoed is. Maar ik denk als je alleen al kijkt naar de ontwikkelingen in de jaren 50, 60, 70 Nederland. En de migratiestromen in die tijd. Dan weet je eigenlijk al genoeg. En dan moet je ook, denk ik, niet anders dan kritisch zijn. Niet alleen op instituten, maar ook op wet en regelgeving wat geïntroduceerd wordt. En welke functie wet en regelgeving dan heeft. Dus voor mensen bij bijeen en politici, dan denk ik, ja, het is goed dat er moties zijn. Het is goed dat er wetvoorstellen zijn. Maar tegelijkertijd, je zit wel in een soort van een political economy die een specifieke kijk op de samenleving heeft. Dus hoe word je zelf gebruikt en hoe en opgeslokt door het systeem eigenlijk waarin we allemaal onderdeel van zijn. Ja, en dat is ook een goede waarschuwing gelijk, toch? Voor nou ja, een partij zoals die van ons, als ik vanuit mezelf spreek dan, bijeen, dat we niet te veel moeten conformeren eigenlijk aan de politieke status quo die
er ook voor zorgt dat die systemen zoals racisme die we bestrijden herhaald worden en in stand worden gehouden. Dat wij daar dus ook een tegenwicht tegen bieden om eigenlijk er een ander systeem tegenover te zetten. Ja, als we teruggaan naar de Black Lives Matter demo's, Rui Jun. Het is natuurlijk, vooral het gaat over Black Lives, hè, Black Lives Matter. Maar sommigen zeggen ook wel, ja, misschien is dit wel een bredere beweging tegen kolonialisme en racisme. Hoe verhoudt de Aziatisch-Nederlandse gemeenschappen zich tot de Black Lives Matter beweging? Ik denk, nou, wat ik zelf zie in de community zelf en de mensen die ik volg vandaag van de Aziatische community, over het algemeen is het positief. Ze zijn er sowieso voor, maar dat verschilt natuurlijk per persoon. Het is altijd anders van hoe ver zij zichzelf hebben ingelezen hierover. Want het gaat ook om hun, hen niet direct natuurlijk. Tenzij ze zelf ook zwart zijn, want er zijn ook zwarte Aziaten. Die bestaan ook. En er bestaan natuurlijk ook zwarte moslims. Dus dat is er ook. Maar niet iedereen die realiseert zichzelf dat, omdat zij dat zelf niet zijn. Hè? Dus dat is ook een ding. En verder. Ik weet niet, even kijken. Maar. Verder is het van. Het gaat inderdaad om een. Systeem, hè? Het systeem die onderdrukt eigenlijk alle mensen met een migrantenachtergrond. Daar zitten wij ook in. Dus wij moeten sowieso als Aziatische Nederlanders moeten wij ons ook inzetten voor Black Lives Matter. Want het gaat eigenlijk ook om ons. Maar en iedereen die is nog niet zo ver in de gemeenschap. Niet iedereen die is nog daar waar ik sta bijvoorbeeld. Ja, dus dat. Ik probeer wel binnen de community en binnen mijn gemeenschap dat te brengen. Van het gaat ook om ons. En misschien niet direct, maar het gaat wel om het systeem van waar wij allemaal te maken hebben. En die ons ook onderdrukken. En die racisme en discriminatie normaliseert. Gewoon voor allemaal verschillende groepen eigenlijk. Ja. Ja, dus het is veel bredere beweging. Solidariteit moet voorop staan. Van welke achtergrond ook. We hebben een gezamenlijke strijd. Ja. Quincy, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik vind dat het ook belangrijk is om mensen die hier wonen niet te koppelen aan de daden van de regeringen van de landen waar hun ouders of voorouders vandaan kwamen. Dat zie je ook heel vaak gebeuren waarbij mensen opeens verantwoordelijk worden gehouden voor dingen waar ze eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Dus die coronaracisme bijvoorbeeld, die was ook gewoon gekoppeld met China. Terwijl de mensen die hier zijn opgegroeid misschien nog nooit in China zijn geweest. Of die waren misschien Koreaans. Of ze waren Thais. Of ze waren Singaporees. En dan denk je van oké, maar die worden opeens in één hoekje gedrukt en samen verantwoordelijk gehouden voor iets waar ze helemaal niks mee te maken hebben. En daar moeten we dus ook gewoon naar gaan kijken van oké, hoe zorgen we ervoor dat we onderling elkaar ook checken op dat soort vlakken. Dat we binnen onze eigen gemeenschappen gewoon constant nadenken van oké, wat is dit nou precies? En waar komen die vooroordelen die we misschien over elkaar hebben vandaan? Hoe kunnen we die juist bevechten om tegen de dominante, onderdrukkende systemen te ageren? Daar ligt eigenlijk het hele probleem. Wij worden constant voorgelogen dat onze issues komen door andere mensen die, net als ons, helemaal vrij weinig, of niet helemaal, maar vrij weinig in de melk te brokkelen hebben hier in Nederland. En daar moeten we dus naar gaan kijken van waarom worden we constant van het gesprek ontspoord. Laten we het hebben over waar we het over moeten hebben. En dat is politiegeweld, dat is discriminatieracisme in de zorg, dat is discriminatieracisme bij de Belastingdienst, dat is in de woningmarkt, dat is bij onderwijs. We moeten juist de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, constant aanspreken en constant zorgen van oké, hoe gaan we dit systeem omverwerpen, bij wijze van spreken? Hoe zorgen we ervoor dat we niet de koloniale reproducties in stand houden die nu in stand worden gehouden? Hoe kunnen we juist die beelden en die gedachtes vervangen? Dit gaat niet om het hervormen van het systeem, want het systeem is gewoon verrot. We zien dat de PvdA bijvoorbeeld of GroenLinks een soort van hervormerspartijen zijn geworden. En dan denk je, ik wil terug naar een soort van idee van nee, het systeem is voor de meerderheid van ons hier in Nederland niet goed. Het systeem hier in Nederland is voor de meerderheid van ons een bepaalde manier om
onze menswaardig bestaan constant te belemmeren. Dus hoe pakken we dat aan? Hoe pakken we het racisme aan en niet hoe gaan we het hervormen? Like, nee, racisme schaf je af. Dat bouw je niet af. Nou, dit klinkt amazing. Ik denk, dit wil ik op een t-shirt, Quincy. Kun je die laten drukken? Nee, echt, ja. Mooi gesproken. Ja, en zoals dus Black Lives Matter dus ook gaat over de Aziatische gemeenschappen, dat zijn een beetje Ruijun, gaat het ook over groepen waar die ook maar weer worden geframed. Hè? Neem vluchtelingen. Vluchtelingen worden heel erg geframed, dus, nou, die komen allemaal uit Syrië. Maar als we het hebben over vluchtelingen, hebben we het ook over ongedocumenteerden, over veel zwarte vluchtelingen ook. Hoe zijn die aangehaakt bij de strijd voor Black Lives Matter? En wat betekent het voor ons, als we zeggen Black Lives Matter, hoe we dan met vluchtelingen omgaan? Ik vind het wel belangrijk om... Ik denk dat er in Nederland, als we het hebben over Black Lives Matter, dan zie je dat de discussie over vluchtelingen en ook de mensen die doodgaan in de Middellandse Zee, dat ze daar helemaal niet in meegenomen worden. Althans, ik zie dat niet. Correct me if I'm wrong. En dat vind ik wel best wel kwalijk, want we moeten dan ook heel consequent zijn, denk ik. Zojuist is door Ruijun en Quincy allebei aangegeven van, hey, we moeten voorbij onze eigen groepen ook kunnen denken en ook gewoon meer solidair met elkaar kunnen zijn. En dan denk ik, daarbij is het ook heel belangrijk om een analyse te maken van, oké, wie worden het hardst in onze samenleving nu direct geraakt? Op wie en over wat voor beleidsregels en wetten hebben wij het over. En hoe worden dan verschillende soorten migrantgroepen, maar ook, en ook migrantgroepen die ook zwart zijn, geraakt daarin. Wat je in Amerika zag, en dat om toch nog even Amerika als voorbeeld te nemen, is dat bijvoorbeeld toen de immigratiediensten daar tijdens de demonstraties op zoek gingen naar mensen die ze konden arresteren en dan het land uitzetten, had je dus Black Lives Matter activisten die hun ID-kaarten bijvoorbeeld gaven aan degene die ongedocumenteerd was en daar aan het demonstreren. Of je zag heel veel waarschuwingen online. Hè? Van, hey, de ICE-medewerkers die komen daaraan, pas op. Zorg ervoor dat je veilig bent als iemand die ongedocumenteerd is en meedoet met de demonstraties. En ik vond het wel jammer dat wij niet hier in Nederland ook, dat niet meegenomen werd in de discussie. Tegelijkertijd vind ik wel, ik snap ook wel, hè, zojuist zei ik ook van, hè, we moeten ook, natuurlijk moeten we solidair met elkaar zijn en we moeten samenwerken. En daar kunnen we heel veel krachten uit putten. Maar tegelijkertijd heeft iedereen ook een bepaalde prioriteit waar men zich op focust. En ik denk dat we elkaar continu kritisch moeten bevragen en in check moeten houden over hoe inclusief we eigenlijk zijn in ons activisme en in hoe wij ook denken over ons activisme. Dat betekent niet dat jij gelijk een rol jezelf toekent die misschien door anderen al jarenlang wordt vervuld. Hè? Dus mensen van de We Are Here. En je moet je ook beseffen dat mensen gewoon in een kwetsbaardere posities zich bevinden. Dus het feit dat mensen, ongedocumenteerde mensen in Nederland niet naar demonstraties gaan, heeft ook gewoon echt te maken met het feit dat ze gewoon echt gevaar lopen. Dus dat moeten we ook voor ogen houden. Maar dat betekent niet, omdat ze niet aanwezig zijn, dat we ze ook moeten vergeten. En dat we ook niet het leed wat ze aan wordt gedaan moeten vergeten. En daarbij wil ik gewoon heel, heel kort ook benoemen hoe premier Rutte tijdens zijn persconferentie, ik geloof 2 weken geleden, ook heel expliciet zei dat iedereen die in Nederland legaal verblijft, het woord legaal, verdient bescherming en zou zich moeten kunnen, verdient bescherming tegen racisme en zou zichzelf moeten kunnen ontwikkelen in alle eer en geweten. En dan denk ik, hoezo is daar nationaliteit of in ieder geval een paspoort legaal verblijf daaraan gekoppeld? Dat vind ik gevaarlijk als we dat gewoon over het hoofd zien en dat accepteren of zo. Dat is ook weer normalisering van het uitsluiten van een grote groep mensen in de stad, bijvoorbeeld in de stad Amsterdam waar ik nu ben. Dus ik vind wel belangrijk om daarover na te denken en ook daar kritisch op te zijn. En toch denk ik, als het gaat om Black Lives Matter, denk ik, ja, weet je, het zijn wel elke keer
zwarte mannen en vrouwen, de dood van zwarte mannen en vrouwen, die tot hashtags leidt, tot demonstraties leidt, jarenlang in ons bewuste, in ons soort van collectieve geheugen. En dat is wel heftig. En dat moeten we ook erkennen. En we moeten ook dat, zeg maar, benoemen in alle groepen waar we deels toe behoren, whatever. Dus ik vind het wel belangrijk om ook kritisch daarop te zijn. Het moet niet zijn van dat ook gedownplayed wordt. Het is wel belangrijk, vooral in de context van Amerika, maar ook in Nederland. Ik bedoel, ik heb in het verleden gewerkt bij Amnesty International op gebied van etnisch profileren. En daar zie je ook gewoon dat jonge mannen in Nederland met een migratieachtergrond ook te maken hebben met profilering. Je hebt te maken met racistische algoritmes. Dus de systemen, de gegevens die geregistreerd worden, reproduceren de racistische systeem waarin we in leven. Dus dat zijn allemaal dingen waar we ook over na moeten denken, maar ook gewoon concreet voor onszelf moeten maken en direct moeten linken aan het beleid in Nederland en wetgeving in Nederland. Zeker. Zeker. Nederland heeft natuurlijk een enorme invloed ook eigenlijk op hoe we met vluchtelingen omgaan. En dus met zwarte levens omgaan. En precies zoals je zei, laten sterven van al die vluchtelingen op de zee. Ja, if black lives matter, then all black lives do matter. Ja. Ja. Is er nog iets? Zeker ook als je kijkt naar... Nee, ik wilde nog even zeggen van vooral ook als je kijkt naar... Ik vind het ook heel interessant om naar beeldvorming te kijken. Dus als je dan ziet mensen die met boten naar de overtocht proberen te maken. Dat doet mij echt altijd heel erg denken aan de films. En het is zeker niet een vergelijking die ik per se wil maken. Maar het wakkert wel iets in mij van... Hey, mensen die tot slaaf zijn gemaakt zijn ook met boten hier. En met heel veel doden op zee vervoerd. En wij zien een moderne versie daarvan eigenlijk gewoon gebeuren. Dus ja, daar moeten we wel gewoon echt consistent in zijn. Ja. En ik denk dat we daar ook, de vraag ook moeten durven stellen van, er zijn al sinds de jaren 90 mensen die door middel van boten de overtocht proberen te maken. En waarom is het dat juist wanneer de Syrische gemeenschap dat deed, dat het groot in het nieuws kwam? Ik denk dat daar ook een gesprek gevoerd moet worden over nabijheid tot witheid. Het zien van bepaalde lichamen die geweld meemaken en dat dat een andere soort van reactie oproept. Ik bedoel, ik had bijvoorbeeld zelf veel vaak meegemaakt dat ik ergens bij kwam om te spreken en dat ze dan de beelden van mijn arrestatie lieten zien. Alsof het normale beelden waren, zonder dat ik dat überhaupt wist. Ik heb een aantal filmmakers en mensen waarmee ik gewerkt heb ook verteld van, hey, gebruik die beelden dan niet. Sommigen luisteren, sommigen luisteren niet. En dan moet je constant ook nadenken van, oké, wat voor soort van geweld vinden wij belangrijk om te zien, om te geloven dat dit geweld ook plaatsvindt. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om na te denken over wiens lichamen zien we heel vaak als er terroristisch geweld plaatsvindt. Wiens lichamen mogen gezien worden in de media. Wiens lichamen niet. En ik denk dat daar ook een belangrijk punt nagestreefd wordt, of dat wij moeten nastreven van elk mensleven is waardig. Weet je, elk mensleven hoort wanneer die tot een einde komt, hoe dan ook, waardig gerepresenteerd te worden. En juist dat, denk ik, is ook een belangrijk onderdeel van het gesprek over racisme en antiracisme. Hoe gaan we om met überhaupt het nadenken van dit soort verschillen tussen lichamen en dit soort erkenningen van verschillen, dat die verschil niet in een hiërarchisch opzicht opgesteld moet worden. Ik denk dat daar ook heel vaak het probleem zit. Van sommige lichamen die zijn belangrijker. Als het geweld daartegen is, dan zijn de rapen gaar. Maar nee, elk geweld moet gewoon aangepakt worden. Thanks. Zijn er nog dingen die gezegd moeten worden? Of zullen we naar de vragen overgaan? Er zijn een paar vragen binnengekomen. Zullen we dat doen? Ik ben wel nieuwsgierig naar de vragen. Ja, er zijn hele uiteenlopende vragen binnengekomen. Er is een vraag van Frederik en die vraagt... Noël, ik vind het heel mooi wat je zei over een toekomst voorstellen in een land zonder racisme. En ik ben benieuwd wat Ruy Jun daarover te zeggen heeft als kunstenares. Heeft zij er vergezichten over?
Ja, oké. Ik kreeg deze vraag eerder ook bij een podcast. Van, hoe ziet de toekomst eruit zonder racisme, discriminatie? Ja, ik kan het mij gewoon niet voorstellen, omdat het gewoon zo ver is. En er moet nog zoveel opgelost worden eigenlijk in de samenleving. En ik heb gewoon... Ik weet niet, ik kan het gewoon niet inzien van hoe dat zou zijn. Het is gewoon zo'n ideaal beeld. Gewoon, ik denk, glitters en zo. Maar, gewoon fijn, maar... Ik kan het echt niet voorstellen hoe dat zou zijn voor mezelf. Ik hoop wel dat ik het ooit misschien mee kan maken of zo. Maar we zijn er nog lang niet. Misschien kan ik er later nog over nadenken hoe dat... Ja, misschien kan ik er wel wat mee. Thanks. Dan is er nog een volgende vraag. Die is van Rachel en die vraagt... hoe denken jullie dat we het gesprek over racisme actueel kunnen houden? Ik merk dat het lastiger wordt in mijn omgeving en dat mensen er genoeg van hebben, omdat ze denken dat racisme blijft bestaan. Dus eigenlijk sluit het ook heel erg aan bij je antwoord op de vorige vraag, Ryujun. Van ja, er zijn dus mensen die heel erg het gevoel hebben van ja, ik kan wel vechten, maar waar leidt het toe? Want ik zie geen verandering. Ik denk verandering zit in veel verschillende dingen. Ik denk wanneer je zaadje hebt geplant bij iemand, wanneer je een dialoog aangaat, diegene gaat dan al denken van, oh ja, misschien kan ik zelf iets hiermee. En zij moeten echt gewoon wel die zelfreflectie gaan doen van, wat voor privileges heb ik? En wat heb ik zelf meegemaakt? Of wat heb ik gezien? Of wat voor verhalen hoor ik? En hoe kan ik zelf daaraan bijdragen? Dus ik denk dat die personen zelf, wanneer ze niet per se zelf te maken hebben met racisme en discriminatie, dat ze zelf moeten kijken wat kunnen zij verder doen. Want ik denk dat verandering ook bij jezelf, verandering begint bij jezelf, zeg maar. Ik denk, wanneer je het bij jezelf houdt en het probeert, dan zie je ook gelijk die veranderingen ook naar andere mensen toe. Ja, dat zie je dat wel. Ja. Quincy, wat denk jij daarover als je die vraag zo hoort? Van, hoe zorg je toch dat je de hoop blijft houden? Eigenlijk is Noël dat eigenlijk net mooi zei. En hoe houden we het actueel? Dat we niet volgende week weer allemaal thuis zitten en denken, nou, het verandert maar niet. Rut die heeft gesproken met de Black Lives Matter demonstranten en nu is de wereld helemaal goed. Ja, het is geen makkelijke vraag. Met de Black Lives Matter demonstranten, ja. Ik denk, die vraag over actualiteit vind ik een lastige. Omdat ik vind het moedig dat Rachel dit aan ons vraagt en ook stelt. Maar het toont ook een bepaald soort van fragiliteit of een bepaald soort van privilege. Van racisme is voor mij altijd actueel. Er is niet echt een moment dat het niet actueel is. En dan denk ik ook van, maar als je dan in een omgeving bent bij mensen die er niet over wil hebben, dan moet je omgeving veranderen. Dat is heel cru en heel hard, als ik het zo zeg. Ik zeg het dan met een glimlach, dus ik hoop dat het wat zachter aankomt. Maar het betekent wel dat er mensen om je heen zijn die niet dezelfde waarde hebben als jij. En ik denk dat daar eigenlijk ook een goed gesprek mee gevoerd kan worden. Van, maar waarom vinden zij dat racisme moet blijven bestaan? Waarom vinden ze dat racisme niet door hun eigen keuzes, hun eigen acties afgebouwd te kunnen worden. Dat het afgeschaft kan worden, dat ze daaraan kunnen bijdragen. Waarom zijn ze zo fatalistisch over het aanpakken van de grote problemen in de samenleving? Ik denk dat ze zich juist moeten omringen met mensen die een beetje hoopvoller zijn. Van als ze samen de schouders eronder zetten, dan blijft het actueel inderdaad, maar blijft de strijd ertegen ook actueel. En ik denk dat ik zelf heel veel hoop haal uit het feit dat er nu zoveel mensen opstaan. In Dordrecht waren we met z'n vieren. En twee van ons die hadden zo'n shirt aan, bij wijze van spreken. In de jaren 90 had je
Lulu Helder en Scottie Gravenberg met Sinterklaasje kom maar binnen zonder knecht. In de jaren 80 had je mensen, in de jaren 60 had je mensen. In de jaren 30 was er een stuk geschreven bij de Groene Amsterdammer. En elke stap laat eigenlijk zien hoe groter het eigenlijk wordt en hoe de bewustzijn over de verandering die noodzakelijk is ook blijft groeien. Dus ik heb eigenlijk hoop in de zin van, we zitten nu met z'n vieren hier, verschillende achtergronden, verschillende culturele bagages, en alsnog zijn we het eens van, hé, dit moeten we aanpakken. En ik denk dat daar eigenlijk de kracht zit. En ook een shout-out naar Frederike, want Frederike heeft ook een heel tof boek geschreven over de Koerdische strijd in Turkije. En ik denk dat dat soort verhalen ook gewoon belangrijk zijn voor hoe we kunnen nadenken over de volgende stappen die we maken. Van, hé, dit zijn allemaal gelinkte strijden. Het hebben allemaal te maken met verschillende soorten onderdrukkingen, en die moeten we juist kunnen benoemen. En dan denk ik van, ja, heel vaak wordt er gezegd dat de academische wereld zo ver afstaat van de praktijk. En dan denk ik van, nee, die zijn er juist om ons constant te blijven voeden met inzichten, met gedachten van hoe pakken we dit aan. Kruispuntdenken, intersectionaliteit. In begin 2000 had je Kaleidoscopische Visies, die hier in Nederland is geproduceerd. Dat boek is nu out of print. Like, hoe kan dit? Dat boek moeten we nu hebben om juist met elkaar te kunnen inzien van, hé, hier vechten we samen. En daarbij denk ik ook van de hoop en de vergezichten die we kunnen ontwikkelen, die hebben te maken met kunst, met de academie, die hebben te maken ook met politici die de durf en het lef hebben om aan te geven van, hé, ik wil iets anders en ik ga dit en dit doen. Het heeft te maken met bestuurders en het heeft te maken met gewoon de mensen die dagelijks proberen te overleven. Ik was een keer bij Imagine IC in de Bijlmer en daar was Jetty Matarennen aan het praten. En die zei van, hé, het is nu wel, en het was voor Vrouwendag. En die zei van, hé, we zitten nu wel met een zaal vol vrouwen, maar ik vind jullie allemaal niet zo interessant. Ze zei van, ik vind de vrouw interessant die driehoog achter zit en elke dag probeert te overleven. Die weet wat het belang is van een dag als dit. En toen dacht ik van, yes, dit zijn de type soort van solidariteiten die we moeten tonen. Langs klassenlijnen, langs generatielijnen, langs leeftijden, langs geografische locaties. Een strijd van de Papoeaars tegen de Indonesische regering vind ik net zo belangrijk als de strijd die we hier in Nederland voeren. Vind ik net zo belangrijk als de strijd die in Brazilië gevoerd wordt tegen Bolsonaro. Net zo belangrijk als de strijd tegen politiegeweld in Kenia, in Oeganda. En dan denk ik van, oké, dit is waar we elkaar kunnen vinden. En dat is een nieuwe wereld die we kunnen creëren. Hopelijk was het niet te lang, sorry. Nou, het was wederom heel mooi. Ik ga dit heel vaak terugkijken, denk ik. Om je dit nog heel vaak te horen zeggen. Want jullie weten het alle drie ook gewoon heel goed te verwoorden. Dank daarvoor. We hebben nog ruimte voor één vraag. Die vraag is eigenlijk aan Quincy, maar ik denk die kunnen we ook wel aan jullie alle drie stellen. Quincy had het net al over solidariteit. En inderdaad, laten we ons verenigen langs klassenlijnen, langs allemaal lijnen die solidair zijn met elkaar voor een gemeenschappelijke strijd. Zou dat misschien dan ook een eerste stap zijn? En wat zou dan een eerste goede stap zijn? Een concrete stap om die systemen waarin racisme verweven zit, is de vraag, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, af te breken en opnieuw op te bouwen. Wat een vraag. Ik vind dat heel lastig. Ik wil niet een soort van diversiteitsagenda hier gaan promoten of zo. Maar ik vind het wel belangrijk om, zoals ik al zei, hè, ik loop op de Vrije Universiteit rond en ik doe daar mijn promotieonderzoek. Ik zie eruit zoals ik eruit zie. En ik heb ook te maken gehad met vragen en controles van, hey, mag ik jouw pasje zien van andere collega's? Hè? Van, die zich niet eens kunnen voorstellen dat ik daar werk, om over de arbeidsmarkt te spreken. Want ik zou niet een rol kunnen hebben op een universiteit. Dus ik denk dat, aan de ene kant vind ik het wel belangrijk, maar twee dingen. Dus ik vind het feit dat ik daar rondloop, is disruptive, somehow. Ik zeg niet, en het is een enorme, ik wil ook niet zeggen van, hey, we moeten op organisaties, maar als we voorbeeld nemen aan een werkgever, het feit dat iemand daar rondloopt, doet al iets. Hè? Dat betekent niet dat racisme besproken wordt, of dat betekent niet dat er verandering plaatsvindt, of wat dan ook. Dat is nog een stap dat je moet, wat er nog moet gebeuren. Dus wat voor mij werkt, is omdat ik natuurlijk ook
met het concept ras en ideeën over racisme en systeemkritisch denken al in mijn werk en in aan het doen ben, is het voor mij makkelijk om mensen een spiegel voor te houden. Om niet soort van happy te zijn met kruimels. Dus op het moment dat ik bevraagd word van, hey, mag ik jouw pasjes zien, is mijn wedervraag, want het is alsof de politie mij etnisch profileert, hè? Dus dan is mijn wedervraag van, mag ik jouw pasjes zien? Of een vraag van, maar waarom krijg ik die vraag? Hè? Dus, en het feit dat ik de vraag terugkeer, creëert heel veel ongemak. En zorgt ervoor dat mensen rood worden enzovoort en gaan stotteren. En ik ben op een punt in mijn leven dat ik dat prettig vind en dat ik het ook graag doe. Dus dat ik je gewoon een beetje irriteer. Dus ik denk gewoon in de kleine spaces waarin we zijn, of je nou wit bent of niet wit bent of wat dan ook. Ik vind gewoon dat we vocaal moeten zijn. Ik vind dat het een keer afgelopen moet zijn met de gezellige cultuur die wij hier met z'n allen hebben en dat we om dingen heen dansen. Dus als je op een werkplek bent, kijk, vaak is het zo dat je kan niet heel makkelijk ontslagen worden. Dus het is beter, denk ik, om gewoon, en dan bedoel ik niet mensen van kleur, maar ik bedoel iedereen, om wel een spiegel voor te houden, om wel vragen te stellen, om wel, weet je, al is het een hele witte organisatie. Ik vind het wel belangrijk om het gesprek daar ook wel over te laten gaan. Over racisme, over inclusie, over whatever. Dus ergens denk ik van, misschien wat ik probeer te zeggen, heel omslachtig, is dat je soms ook af moet stappen van het idee van de arbeidsmarkt, maar iets kleiner moet maken voor jezelf. En het moet vertalen tot iets waar jij gewoon grip op kan hebben. Of een verandering die jij teweeg kan brengen. Of een kritiek die je kan uiten. En ik zie dat absoluut niet als een soort van de be-all end-all. Maar ik vind wel een belangrijk, dat besef ik mij nu wel. Gewoon van, het is wel een belangrijke kantelpunt. Of het is een belangrijke startpunt. Om een soort van de systeem een beetje ongemakkelijk te maken of in op werkvloer ongemakkelijkheid te creëren. Dus voor mij is dat hoe ik daar enorm mee omga. Om gewoon, dan ben ik maar niet gezellig, weet je wel. Dus dan ga ik maar gewoon de moeilijke vragen stellen. Dat is het hele individuele, maar dan is er een heel verhaal van de vakbonden en de werkgevers en noem maar op, waar je ook gewoon heel kritisch en misschien op policy level ook mee aan de slag kunt gaan. En ik denk dat je daarbij ook organisaties of partijen zoals Bijeen kan gebruiken, maar ook onderzoeken van academici enzovoort. Dus er valt best wel veel te doen. Dus als je het over de individu hebt, just do it en wees ongezellig. En als je het meer organisatorisch wil aanpakken, denk ik dat je gewoon op zoek moet gaan naar een heel concreet iets wat je wil aanpakken bij een branche of wat dan ook. En kijken van wie is de meest machtige organisatie of persoon in die branche, om te kijken of je daar misschien een verandering in kan pushen. Ik denk, als ik nadenk over een soort van hoe breken we die systemen af, dan is het ook iets dat collectief gedaan moet worden, maar ook met jezelf. Want ik krijg net een herinnering eraan van, ja, je kan niet zo makkelijk ontslagen worden, maar je leven kan wel zuur gemaakt worden. En je ziet dan dat binnen dit soort structuren het ook makkelijk is om juist mensen van kleur constant de klusjes te geven, constant de opdrachten te geven die hun motivatie en hun wil om binnen die groep te horen ook constant blijft aantasten. Hun eigen waarde wordt constant aangetast. Dus wat je kan doen om die systemen af te breken is door te beginnen van nee, dit gaat je niet aantasten. Van nee, je wordt die feminist killjoy, je wordt die anti-racist killjoy, om de termen van Sarah Ahmed te gebruiken. Je gaat op een je eigen aanwezigheid, zoals Nawal ook eigenlijk al zei, van is disruptive. Dus hoe ga je ermee om? Laat je dat intern bij jou een verandering teweeg brengen, of zorg je ervoor dat jij in je waarde kan blijven staan? En ik denk dat die systemen waar we het over hebben, die zijn concrete systemen. Dus letterlijk van first in, first out. Maar ook gewoon mentale systemen en manieren van denken over ons. Juist daar moeten we ook heel veel werk verrichten. Van oké, hoe zorgen we ervoor dat we niet in diezelfde soort van hokjes blijven waar mensen ons willen plaatsen. En dat betekent ook gewoon gebruik maken van klachtenprocedures. Sarah Ahmed heeft daar ook heel veel over geschreven. Van hoe klachten en klagen op zich jou ook het probleem maken.
En ik denk dat daar ook heel veel voor te zeggen is van zorgen dat je het systeem blijft gebruiken tegen zichzelf. En daar zit juist ook de kracht voor mij. Van hoe zorg je dat je, wanneer je in bepaalde situaties zit, niet degene bent die het systeem reproduceert, maar door je aanwezigheid zelf al afbreekt. Dus nu weten we bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zitten er geen zwarte mannen. Dus een aanwezigheid van een zwarte man binnen de Kamer, die zorgt al voor een afbreken van het systeem die het normaliseert dat zwarte mannen niet meedoen met de politieke besluitvorming van het land, met het besturen van het land. En zo nog meer van dit soort voorbeelden. En dan denk ik van, oké, daar is het concrete van hoe het systeem afbreken. Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen daar passen, daar in die mallen terechtkomen die ze voor ons bepaald hebben, maar juist die mallen constant breken door te zeggen van nee, ik bepaal zelf, wij bepalen zelf, dit is een collectieve daad om juist het systeem wat jij wil gebruiken om ons te onderdrukken, juist tegen te gaan. Mijn vrijheid als zwarte man hoort niet, bij wijze van spreken, volgens de gedachten die hier in Europa zijn bepaald. Onze vrijheid is voor gevochten. In 1863, 1873, wij laten al zien door de manier waarop we hier in Nederland rondlopen en dingen doen, dat wij niet in dat systeem willen zitten. En ik denk dat daar juist heel veel kracht uit geput kan worden. Hetzelfde ook met mensen die vanuit Indonesië komen. Hetzelfde van mensen die uit Afrika komen. Er is een bepaalde manier van denken in Europa over ons, die onze aanwezigheid hier al constant afbreekt. Dus dat is die afbreking waar ik het over heb. En ik quote dus Sarah Ahmed. Dat kwam met een vraag van Junya. Van wie quote ik? Sarah Ahmed die heeft een blog, ook Feminist Killjoy genaamd. En die is heel tof om te lezen. Er staat heel veel in, ook over white privilege. En dan denk ik van, dat is echt tof. En ze heeft laatst ook een boek uitgebracht, genaamd Living a Feminist Life. Dus ook heel belangrijk om te checken. Thanks. Rui June, heb jij nog een laatste uitbrander als het gaat om deze vraag? Misschien? Ja, ik ben echt met beide sprekers eens van wat zij zeggen. En ja, het is echt. Wat ik nog aan toe wil voegen is dat het systeem, het zijn ook mensen. Hè? Mensen die zorgen dat het systeem er is. Dus de mensen die zorgen dus ook voor verandering, die kunnen verandering brengen in dat systeem. Dus dat zijn. Die bewustwording moet dan ook door die mensen zelf binnen die systemen aangekaart worden. En zij moeten realiseren van ja, er gaat iets mis hier. We moeten dit fixen. Dus laten we dat doen. En dan wordt er dus verandering gebracht. Ja, dat is het enige wat ik nog wil zeggen daarover. Ja, heel kort. Nou, dankjewel. En aan jullie alle drie, dankjewel voor al jullie woorden. We hebben het over ontzettend veel dingen gehad, hè? Van corona tot Black Lives Matter, tot ja, hoe doorbreek je die systemen dan? Ik wil jullie alle drie eigenlijk heel erg bedanken. Is er nog iets wat jullie willen zeggen om echt af te sluiten? Of ik wil heel kort iets zeggen. En dat is dat je ook gewoon, dat we ook niet te vergeten om voor onszelf te zorgen. Want ik raak zelf onwijs moe van alles wat we allemaal met z'n allen doen. En ook het werk en de productiviteit die wij normaliseren is niet normaal. Het feit dat je in weekend en avonden je activisme moet doen en overdag moet werken en weet ik veel wat allemaal, is niet oké. Okay. Dat is ook een onderdeel van het systeem. En dus het systeem maakt je ook moe. En ik denk dat we onszelf moeten eren en ons lichaam ook moeten eren, geest en lichaam. En dat we ook gewoon af en toe ook rustig uit moeten checken en ook voor onszelf moeten zorgen. Dus het is heel belangrijk om actief te zijn, maar het is ook heel belangrijk om te rusten. Ik denk dat dat ook een daad van verzet is om echt te kiezen om af en toe ook te rusten. Ja, helemaal mee eens. Ja, en verder wil ik zeggen, iedereen is welkom in de Facebook community. Iedereen die tegen racisme en discriminatie is en die meer wil weten over racisme naar Aziaten. Bij Asian Raisins, toch? Yes, Asian Raisins, inderdaad, op Facebook. Super. Nou, ontzettend bedankt jullie drie. We gaan elkaar hopelijk snel weer zien in real life. Dat hopelijk weer kan binnenkort. En ook alle kijkers, ontzettend bedankt voor het kijken.
We hopen jullie ook snel te zien in real life weer een keer. Mag ik nog één ding zeggen? Nog een laatste? Natuurlijk, jij altijd. Oh nee, niet altijd. Maar ik dacht, misschien is het ook belangrijk om aan te geven dat heel veel van de dingen die we nu zeggen en ook doen, niet voor de eerste keer gezegd of gedaan worden. We staan op de schouders van reuzen, we staan op de schouders van mensen die heel veel hebben bedacht en gedaan. En ik denk dat het belangrijk is voor onze generatie om constant ook terug te grijpen naar die generaties. Laat dit niet een gesprek worden waarbij we constant weer het nieuw opnieuw uitvinden of gebruikt worden door Rutte. Want we weten dat dit soort tactieken al eerder zijn toegepast. Dus let's have the conversation. En laten we zorgen dat we juist vanuit onze eigen geschiedenis en geschiedenissen van activisme hier in Nederland veel kunnen opsteken. Laatste uitspraak. Thanks, dankjewel. Nou, nogmaals dan, jullie bedankt, de kijkers bedankt en hopelijk tot snel weer in real life. En jij bedankt voor een goede modereren. Ja, ja, we zijn best wel lastig. Ik dan. Doei. Doei. Bye bye. Doei.